Welkom en dag aan alle tweelingen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor tekentweelingen voor april 2014. Interessant voor de tweelingen, omdat het een niet saaie maand gaat worden. En tweelingen, tekentweeling staat bekend dat het mensen zijn die helemaal niet saai zijn, die een groot gevoel voor humor hebben. En die heel veel van het leven willen weten en ook willen kennen. En daar gaat deze transit over. Mercurius, jouw planeet trouwens. Mercurius, de planeet van de kennis, van de informatie, van de communicatie, gaat de conjunctie maken met Uranus. En Uranus is het intuïtieve. Uranus is het plotselinge. En Uranus is datgene wat ons wenst te bevrijden. Dus wat betekent dat nu voor de tweeling? Voor de tweeling speelt zich dat af in het 11e huis. En die huizen, dat betekent levensgebieden. En wat kan het 11e levensgebied zijn? Dat zijn verschillende zaken. Voor een aantal onder jullie zal het betekenen dat je nieuwe vrienden gaat leren kennen. Want het speelt zich af in het huis van de vrienden. Of nieuwe inzichten, nieuwe ideeën om keuzes te maken naar de toekomst toe. Want het 11e huis is het huis van de toekomst, is het huis van plannen maken voor die toekomst. Dus er komt nieuwe informatie binnen. Nieuwe informatie die je voorheen niet had en waarbij dat je betere keuzes kan maken. En dat vindt een tweeling leuk. Dus ik hoop dat het voor jullie tweelingen niet alleen een leuke maand wordt, maar ook een goede maand waar je goede keuzes kan maken. Voilà, bedankt voor het kijken in ieder geval. Wens je een persoonlijke horoscoop. Kijk even naar de gegevens hieronder, deze video. Tot de volgende maand en heel veel succes. Dag!